Ik wil voorstellen om te beginnen met de oriënterende ronde. Wij zijn voor, voorzitter. Fijn hè, dank u wel. Wil iedereen naar zijn plek gaan, dan gaan we beginnen. En dan open ik bij deze de vergadering. Punt 2 op de agenda is vaststelling van de agenda. En ik wil aan u vragen of u kunt leven met de agenda zoals deze voor u ligt. Of dat er nog wijzigingen zijn. Indien dat niet het geval is, gaan we over naar punt 3. Het spreekrecht. Er heeft zich tot nu toe 1 persoon gemeld bij de Griffie om in te spreken. Dat is de heer Altena. Hij wil namens plaatselijk Belang Brugdeveld inspreken. Meneer Altena, ik wil u vragen naar voren te komen. U heeft 5 minuten om de raad toe te spreken. Ik wil u vragen daarna nog even te blijven staan, zodat zij eventueel vragen aan u kunnen stellen. Dan is het woord aan u, meneer Altena. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank dat wij in de gelegenheid gesteld zijn om in te spreken voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan Broeklanden-Zuid. Het afgelopen jaar hebben we meerdere besprekingen gehad met ambtenaren en leden van het college over dit plan. Aanvankelijk lagen onze zienswijzen ver uiteen. Zelfs het vertrouwen in elkaar kwam onder druk te staan. Maar gelukkig zijn er wijzigingen aangebracht aan het eerste concept en hebben we elkaar kunnen vinden in het voorstel zoals het eind oktober is gepresenteerd. In die bespreking hebben we aangegeven dat we eigenlijk wel tevreden zijn met het huidige voorstel. We hebben dat verwoord in de zienswijze en die in december ingediend. We zijn dan ook blij met uw reactie dat u de zienswijze in zijn geheel wilt overnemen. Daarvoor dank. Ook willen we hier uitspreken dat de communicatie met ambtenaren en leden van het college ons vertrouwen geeft voor de toekomst. Ten meer omdat er steeds meer via participatie overleg gaat plaatsvinden om gezamenlijk tot een goede leef- en werkomgeving te komen. Even terugkomend op het voorstel hebben we 2 zaken die we graag willen noemen. Ten eerste de ontsluiting van de Duitslandweg naar de Broekdijk. We vragen u dan ook nadrukkelijk om de keiharde garantie dat de ontsluiting vanaf de rotonde bij Moderna naar de Broekdijk, dat dit een volwaardige ontsluiting wordt, waarbij al het verkeer op haar eigen weggedeelte kan blijven. U geeft dit wel aan in uw reactie, maar we willen toch graag een stukje garantie hebben. Ten tweede, en dat is nog een stuk moeilijker, dat is de waterhuishouding, de waterberging. Er is veel overleg geweest over dit thema. Er zijn veel berekeningen gemaakt op basis van aannames en dergelijke. Maar niemand kan hier garanties in geven. Het blijft dus een heel complex vraagstuk. En daarom willen we nadrukkelijk betrokken blijven bij de verdere invulling van dat geheel. We willen u daarom ook voorstellen om periodiek overleg te houden met alle betrokkenen. Te weten de grondeigenaren, waterschap, gemeente en eventueel de provincie. Mocht blijken dat er knelpunten ontstaan, dan vragen we u ook dan om actie te ondernemen en dat in goed overleg de problemen weg te nemen. Tot slot spreken we de wens uit dat er op termijn een mooie industrieterrein ontstaat waarbij alle aspecten volledig tot haar recht komen. We denken daarbij dan aan natuur, werkgelegenheid, welzijn en verkeersveiligheid. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Altena. Wie kan ik het woord geven? Wie heeft er vragen of opmerkingen? Mevrouw Kelder, verder. Mevrouw Kelder, het woord is aan u. Dank u wel, voorzitter. Even mijn vraag aan u. U noemt 2 punten waar u zorg over hebt. Wat is het belangrijkste punt? Allebei. Allebei. En dat, dat staat ook los van elkaar, hoor. Ja, dat staat wel los van elkaar, dat begrijp ik. Maar waar zou u het meeste zorg over hebben? Nou, de meeste zorg heb ik over de waterhuishouding. Kijk, een weg aanleggen, dat is nog een keer te doen. Maar zometeen heb je zoveel retentiegebieden, of misschien wel te weinig. Ik had begrepen dat de onderdoorgang onder het kanaal, dat blijft gewoon hetzelfde zoals het nu is. En ik heb er ook geen verstand van, maar we gaan een beetje af op degenen die daarmee te maken hebben. En ik hoop dat er dus goed nagedacht wordt en dat er ook een soort volgtraject komt van periodiek bij elkaar gaan zitten. Zijn de knelpunten, aanpakken die handel. Dat is even mijn zorg. En die ontsluiting, dat kan ik dan ook wel even zeggen. In het voorstel, wat zoals het toen lag, toen stond er in de tekst een gedeelte van... Ja, als het te hard gereden wordt, dan hebben wij het recht om die weg weer af te gaan sluiten. Nou ja, dat konden we ons helemaal niet bij voorstellen, dat het zou kunnen. Dus wij wilden daar een volwaardige weg hebben, vanaf Moderna naar de Broekdijk. En niet zoals het nu bij het kanaal is, dat vrachtwagens de binnenbocht nemen en dat het andere verkeer moet stoppen. We denken echt met name aan de verkeersveiligheid. En gelukkig, als je vanuit Bruggenveld komt, voor de fietsers is er een goede weg, een goede verbinding via de Kuilenweg over het fietspad naar Moderna toe. Dus die hoeven niet over die nieuwe weg heen. Maar we hebben gewoon onze zorgen uitgesproken toen de tijd. En we hebben ook heel veel overleg gehad. Maar het is allemaal goed verlopen. We zijn ook wel tevreden eigenlijk. Daar ben ik blij mee. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? Ja, meneer Olink. Meneer Altena, dank u wel voor uw inspraak. En ook dat u ons even meenam in het begin. Waarbij u toch wel de nodige zorgen had met betrekking tot de communicatie en het onderlinge vertrouwen. En dat het uiteindelijk zo is afgelopen. Ik heb de zienswijze en ook het verslag bijna ingelijst, zeg maar, boven mijn bed. Ik heb inderdaad nu van u een tweetal punten waarvan u zegt, joh, daar vraag ik nog in het bijzonder aandacht voor. En wij zullen ook deze vragen voorleggen aan de wethouder om eerst een reactie daarover te geven. Dank u wel. Ik kan nog wel zeggen, nou, we hebben dus met 4 plaatsen belangen te maken gehad. Hè. We zijn gezamenlijk opgetrokken. En ook de buurtbusvereniging hebben we erbij betrokken. En nou, dat geeft op een gegeven moment ook wel aan dat de gevoelens, die liggen ook gelijk. We hebben met name gekeken naar Bergentheim, want daar heb je het verkeer langs het kanaal. Nou, die weg die wordt wat aangepast, maar die gaat ook een goede verbinding geven zometeen. En voor ons was het vanuit Broekdijk, moet er een goede, eerlijke verbinding komen. Nou, en daar hebben we alle vertrouwen in. Dat was het, meneer Olink, of het geluid belet u om verder te praten? Dit was het. Nee, ik wil afsluitend nog gewoon zeggen dat ik dat gewoon mooi vind, het proces. En ook dat de nodige tijd en energie door u en de plaatselijke belangen ingestoken. Dus dat ik dat in zijn algemeenheid zeg maar een mooi proces vind hoe je met dit soort zaken om zou moeten gaan. Dus ik vind het mooi om te zien. Verder geen opmerkingen, dan waren dat mooie woorden om mee af te sluiten. Meneer Altena, dank u wel voor uw inbreng vanavond. Dan gaan we over naar het meningsvormend gedeelte. We gaan ons oriënteren op de volgende punten. Dat is onder andere de vaststelling van de bestemmingsplannen Hardenberg, Broeklanden-Zuid. Wie wil daarover het woord voeren? Ja. Dan begin ik rechtsom, bij meneer Olink. Ja, ik zou eigenlijk de 2 opmerkingen gemaakt door meneer Altena een reactie willen krijgen van de wethouder met betrekking tot de ontsluiting en de garanties daaromtrent, in hoeverre die wel of niet gegeven kunnen worden en met betrekking tot het onderwerp de waterhuishouding. CDA, meneer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst wil ik namens de CDA-fractie de plaatselijke belangen en de buurtbus bedanken voor een constructieve houding. Mooi om te zien hoe overleg tussen het college, ambtelijke organisatie en plaatselijke belangen en de buurtbus dat een bestemmingsplan kan leiden tot ieders tevredenheid. Voorzitter, ook willen we de ambtelijke organisatie bedanken voor de beantwoording van de technische vragen die wij hebben gesteld. Nog bleven er wel een paar vragen over. De eerste vraag is: in hoeverre is de behoefte van dit bedrijventerrein onderzocht? In welk tempo verwacht het college dit bedrijventerrein uit te geven? Voorzitter, dan het waterretentiegebied, die heer Altena refereerde er ook al even aan. Dat is bedoeld voor de afvoer van water bovenstrooms, dus de bovenkant van de Duitslandweg. Voorzitter, in de beantwoording van de technische vraag wordt aangegeven dat er geen problemen worden verwacht met de waterafvoer, in combinatie met de waterberging en de onderligger in het kanaal. Maar mocht blijken dat deze verwachting niet uitkomt en er toch problemen ontstaan, wie is er dan verantwoordelijk of waar moeten bewoners zich melden bij de gemeente, het waterschap en of de provincie? En is het college bereid, en de heer Altena refereerde er ook aan, bereid over de inrichting overleg te hebben met de betrokken partijen, zoals verwoord door de heer Altena. Dan de extra ontsluiting als voorwaardige weg, Broekdijk naar de rotonde bij Moderna. In de zienswijze wordt aangegeven dat deze wordt overgenomen. mogen we hierbij aannemen dat deze ook wordt opgenomen in het definitieve bestemmingsplan. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van den Berg. Ga ik even verder. GroenLinks wil niet. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Collega's hebben daar ook al iets over gezegd. Maar ik denk dat het voor de VVD ons ook past om daar een woord van lof over te spreken. Zowel richting de plaatselijke belangen over de constructieve houding, maar ook over de houding van het college in deze. Als VVD hebben we vaak de vinger bij gelegd als het niet goed gaat. En we nu gaat de vinger erbij leggen dat het wel goed gaat. Dus we waren echt aangenaam verrast. En zijn ook heel erg blij dat het op deze manier kan. Dus toen wij de stukken doornamen, was dat een positief signaal. En we hopen dat dit ook een goede inzet kan zijn voor de toekomst. Dus wat dat betreft ook de complimenten aan de portefeuillehouder en aan het college hiervoor. Inhoudelijk zijn de vragen ook al gesteld door de heer Oding en door de heer Van den Berg. Met de waterberging, daar wil ik wel een vraag bij stellen of er ook een schadeloket is ingesteld bij een organisatie. Ik kan me ook voorstellen dat het of het waterschap of de provincie Overijssel is. Mocht er iets fout gaan met de waterberging of mocht de waterberging aan zich tot overlast gaan zorgen. En hoe dat georganiseerd is. Of dat een schadeloket is of een bestaand schadeloket is. Of dat in ieder geval duidelijkheid gegeven kan worden aan de omgeving waar men zich moet melden. Want het is wel een van de meest voorkomende klachten als mensen zich moeten melden dat ze van het kastje naar de muur gaan. Ja, omdat hier ook meer partijen verantwoordelijk zijn, zowel provincie, waterschap en gemeente. Ik denk dat het in ieder geval de aanbeveling behoeft om daar een loket voor in te richten. Maar ik ben benieuwd of daar al een bestaande functie voor gebruikt kan worden. Daarnaast zijn wij ook geïnteresseerd in de te verwachten ontwikkelingen, of daar prognoses op gemaakt zijn. En of er eventueel al bedrijven zich gemeld hebben om zich daar te gaan vestigen. Daar horen we graag de beantwoording op van het college. Dank u wel. D66 even aan, niet? Dan mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Op koers.nu is ontzettend blij dat de heer Altena zo positief kon spreken over ons college en over alle partners die daarin meegewerkt hebben. En daar ben ik al blij om. Ik hoop wel dat ons college heeft gehoord welke zorgen meneer Altena nou heeft. Want die zijn natuurlijk ook belangrijk om op te lossen. En ik verwacht dan ook, en ik hoop dat het college en de portefeuillehouder mij daar gelijk in geeft, dat hij daar zijn best voor zal doen. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we vinden het ook een mooi plan. We nemen ook kennis van via de inspraak dat de participatie goed is verlopen. We hebben nog wel een punt. We sluiten trouwens helemaal aan bij de vragen wel van meneer Oding. Daar moet wel even een goed antwoord op komen. Het vorige voorstel voor een nieuw bedrijventerrein is alweer wat terug. Dat zou de Marslanden zijn. En dat had toen als doelstelling het meest duurzame bedrijventerrein van Overijssel. En dat mis ik eigenlijk een beetje in dit voorstel. Ik mis ambities op duurzaamheid. Kan de wethouder aangeven hoe hier invulling aangegeven wordt? Want we hebben wat dat betreft toch de eer hoog gehouden. Bijvoorbeeld in duurzaam materialengebruik, kansen voor duurzame ruimtelijke ordening, zon, eventueel wind, maar ook duurzame infrastructuur, materiaalkeuze, etc. En ook ecologie. Kan de wethouder daar wellicht wat over uitwijken? Voorzitter. Ja, meneer Bak. Mag de heer Jonkhans een vraag stellen? Jazeker. Meneer Jonkhans, heeft u in het voorstel ook gelezen dat er wel degelijk ook naar ecologie gekeken wordt en dat daar bijvoorbeeld ook Landschap Overijssel voor gevraagd wordt. Dus volgens mij wordt ook aan die duurzaamheidskant, en wellicht niet aan de harde kant van, als we het hebben over wind en zonnepanelen gekeken, maar aan de duurzame kant van ecologie, ook groenvoorziening en waterretentie, wordt daar wel degelijk invulling aan gegeven. Dus ik ben een beetje verrast door uw vraag, dus ik kan hem niet helemaal plaatsen. U geeft eigenlijk zelf het antwoord al. Want dat is, wordt door het Landschap Overijssel wordt dat onderdeel verricht. Maar vandaar dat ik ook verrast ben door uw vraag. Ik had nog meer vragen gesteld, meer onderdelen. En dat gaat mij er ook om, van heel mooi dat Landschap Overijssel daar advies in geeft. Maar uiteindelijk zal de gemeente het wel moeten vaststellen. Voldoende zo? Graag meneer Schuurman van 50PLUS. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben al een aantal technische vragen gesteld en ook beantwoord gekregen waarvoor dank. Alleen waar wij nog wat mee zitten, dat is, er wordt werkzaamheden uitgevoerd voor het waterschap. CQ in opdracht van het waterschap staat er ook wat kosten tegenover die het waterschap voor de kiezer neemt. Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder, meneer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de bijdrage in de eerste termijn vanuit de Raad. Ook voor de complimenten die er gemaakt zijn, die geef ik graag door aan de organisatie. Voor het werk dat in de afgelopen maanden is verricht. En ook in het tempo waarin dat werken is verricht. Tempo omdat ook uit diverse contacten de behoefte aan kavels in dit gebied duidelijk is geworden. Ik kom daar zo nog even op terug. En ik wil ook mijn dank uitspreken aan de wijze waarop we samen met de gezamenlijke plaatselijke belangen en ook met de buurtbusvereniging op constructieve wijze hebben kunnen samenwerken. De inspreker haalde dat ook al even aan. En in het begin was het wel nog wel even pittig. En u mag best weten, als je in de eerste maand van je wethouderschap zit en je komt met 5 partijen om tafel die hun tanden flink in de materie hebben gezet, dan is dat best wel even spannend. Maar door die stevige gesprekken is het wel gelukt om zeg maar de kern van die zorgen op tafel te hebben. En het is ook gelukt om met elkaar een oplossing te vinden. Een oplossing die ook een volwaardige en verkeersveilige oplossing biedt voor de ontsluiting van Brugterveld. En ja, die nieuwe ontsluiting die is dus ook permanent. En dat staat ook als zodanig in het zienswijzeverslag benoemd. En na de vaststelling door de Raad zal de vastgestelde versie ook daarvan melding worden gemaakt. He, dat die aansluiting een permanent karakter heeft. Dan werden wat vragen gesteld over de waterberging in het gebied. Zoals u heeft kunnen lezen, wordt er samen met het waterschap retentiegebieden aangelegd. Waarvoor de waterafvoer van het bedrijventerrein en van de omliggende omgeving moet worden voorzien. En door de aanleg van die retentiegebieden worden bij hevige regenval grote hoeveelheden water gebufferd. En dat zorgt ervoor dat de afvoer richting de Vecht, door die schenker inderdaad, dat die veel gelijkmatiger en met een beperkt en gecontroleerd gebied zal verlopen. Nou, op dit moment is de capaciteit van die schenker, zeker in extreme situaties, soms wat aan de krappe kant, waardoor bovenstrooms de gronden onderlopen. En juist door aanleg van die retentiegebieden zal de capaciteit van die zinker onder het kanaal dus geen maatgevend item meer zijn. En denken wij dat daarmee overlast voorkomen wordt. Nou, gemeente en waterschap die maken nu gezamenlijk een plan voor die randstroken van het gebied. En we komen daar ook zeker bij de betrokkenen nog op terug. Hè. De volgende is de input geleverd, wij gaan ermee aan de slag. Organiseren op niet al te lang termijn ook een inloopbijeenkomst om te laten zien wat daarmee gebeurd is. Maar ook de oproep om daarover permanent, en nu gebruiken we heel vaak permanent, maar om daar blijvend over in gesprek te gaan met al die partijen, dat ondersteunen wij van harte. Dus dat lijkt me in die zin voldoende. Het feit dat die zinker eigendom is van de provincie doet daar dan overigens niks aan af. Die gronden van die retentiegebieden zijn het eigendom van de gemeente. Dus mocht u in de toekomst wel zeg maar, in de praktijk problemen opdoen, dan is ook de gemeente het loket waar u zich kunt melden om met elkaar te zoeken naar de oplossing die er dan moet komen. Voorzitter, dan weer even van techniek terug naar de hoofdlijn. De waarom-vraag is ook een aantal keer gesteld over de behoeften. Nou, zoals u weet wordt de vraag naar bedrijfsruimte bepaald op basis van de brede provinciale raming. En die wordt daarop afgewogen. Met er in de provincie Overijssel en West-Overijssel in het bijzonder. Dus op die manier wordt zowel de primaire behoefte voor de gemeente Hardenberg als de regionale behoefte in vraag en aanbod met elkaar afgestemd. Nou, als je daar dan naar kijkt, naar die afspraken, dan vind ik dat u er best trots op mag zijn. Dat u de gemeente bent die in de afgelopen 15 jaar de meeste bedrijfskavels hebt uitgegeven. En ja, ook nu nog, geven we als gemeente Hardenberg de meeste bedrijfskavels uit van alle gemeenten in ons gebied. En ja, daartoe hoort ook Zwolle. En ik vind dat we dat best wel eens mogen laten horen met elkaar. En ook de afgelopen 2 jaar zijn er weer veel kavels uitgegeven. Ruim boven de prognoses die er gesteld waren. En wat dat betreft zijn we als Hardenberg gewoon een hele goede speler in dat gebied. Die veel grond uitgeeft. En de toevoeging van Broeklanden-Zuid is in die zin nodig om de behoeften die ook in die regionale afspraken zijn gemaakt om daarin te voorzien. Daarnaast zijn het ook ruime kavels. En ruime kavels die zijn elders in de gemeente eigenlijk schaars zijn in ons aanbod. Nou, merken we nou dat die aannames zeg maar, ook in de praktijk zo werken? Ja, historisch geven we veel uit. We halen die prognoses die we jaarlijks hebben, halen we ruim. En ja, er zijn ook al concrete gesprekken over dit gebied. Nou, als je dan beseft dat we hier spreken over netto 20 hectare... dat je een bedrijfsterrein gemiddeld in 10 jaar uitgeeft. Nou, makkelijk rekensommetje zou je dus ongeveer 2 hectare per jaar uit moeten geven. En dan kan ik u melden dat we momenteel met een aantal partijen al in gesprek zijn over, expliciet in gesprek zijn over 4 hectare. Dus ik denk dat dat een mooi antwoord is op de vraag ook. Maar goed, om dat te kunnen effectueren hebben we natuurlijk wel de vaststelling van het bestemmingsplan nodig. En daar bent u voor aan zet. Dan werd nog vraag gesteld over duurzaamheid en ecologie. Nou, ecologie zit nadrukkelijk ook in die randstroken van het plan waar we het over hebben. Dan hebben we het dus over verschillende aanplantingen. Dan hebben we ook gekeken naar kruidenmengsels die daar, biodiversiteit. Nou ja, de standpunten zijn wel bekend wat dat betreft. Dus dat hebben we zeker meegenomen. Ja, als het gaat om duurzaamheid, gebruik van duurzaam materiaal, dat soort dingen, vind ik het zeker onze taak om daarin te stimuleren. Om daar ook over in gesprek te gaan. Maar ik weet niet of het per se dingen zijn die je nou zozeer in je bestemmingsplan vastlegt. En ik denk dat de discussie, als we het hebben over zonneveld en over wind, waar heer Jonkans ook op aanvraagt, dat dat nou net vragen zijn die momenteel op een ander platform hier aan de orde zijn. Hoe zit het? Nou, ik denk dat het wel degelijk is, want stel dat je dus gebruik zou willen maken van zon, dan is het wel handig om je zeg maar, de inrichting daar ook op aan te passen, zodat je zoveel mogelijk bijvoorbeeld op passieve zonne-energie gebruikt voor, nou, noem maar wat, de verwarming van het kantoor wat erbij zit, nou, zonnepanelen, et cetera. Nou, u snapt wel wat ik bedoel. Maar daar kun je in de ruimtelijke ordening wat mee doen en bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Ja, kijk, je probeert altijd dat soort dingen te stimuleren, maar het is wel zo dat de ruimere discussie over zonne-energie, zeg maar, die wordt in uw raad ook nog op een ander platform gevoerd. Dus daar zou ik wel naar willen verwijzen. Ja, maar het gaat er ook een beetje om van, kijk, wat ik in mijn inleiding al aangaf. We hebben ooit een ambitie gehad om het meest duurzame bedrijventerrein te gaan realiseren. En, nou, en daar leg ik dan de vinger op. En, dan vind ik dan, en dat was ook bij de behandeling van het bestemmingsplan toen de tijd. En dan vind ik dat hier in dit stuk wel wat mager. Overigens lof dat er bedrijventerrein bij komt, er is behoefte aan, dus daar doet daar niets aan af. Maar we hebben ook daarin een opgave. Ja, voorzitter, ik beschouw het meer als een oproep van de heer Jonkans om te wijzen hoe we daarmee omgaan. Ik blijf van mijn kant zeggen dat we met ondernemers zullen stimuleren om zeg maar, duurzaam gebruik te hebben. Maar ik zou die beperking nu niet zozeer op willen leggen in bestemmingsplan. Ik zie daar veel meer in de stimulerende kans wat in. Nou, voor ecologie denk ik voldoende over gehad, die in die randstroken ook plaatsvindt. De vraag ook van 50 plus, ja, wordt ook door werken uitgevoerd, door gemeente en door waterschap. De kosten zijn ongeveer gelijk verdeeld in dat kader. En daarmee, voorzitter, heb ik denk ik de vragen van de raad in eerste termijn beantwoord. Voorzitter, ja, om nog even heel expliciet te maken. Als ik de heer Breukelman goed verstaan heb, heeft hij gezegd, mocht er sprake zijn van overlast dan wel schade, dan kunnen partijen zich melden bij de gemeente. En daarmee wordt dus ook het schadeloket bij de gemeente ingericht. Ja, voorzitter, de term schadeloket, daar was ik nog niet mee bekend. Maar het zijn onze gronden. Ik vind dat wij ook samen met de partners moeten zoeken voor een goede oplossing. Wij denken nu, ook uit berekeningen met het waterschap, dat het ruim voldoende is. Maar mocht in de praktijk blijken dat het niet zo is, dan zou ik de mensen vragen om zich bij ons te melden, om met elkaar op zoek te gaan naar die oplossing. Oké, dat is helder. Maar dan vraag ik u ook dat expliciet in te richten op deze wijze, zodat mensen ook weten waar ze moeten zijn. Hè? Dat ze niet straks, als het eenmaal ingericht is, niet weten waar ze zich moeten melden. Dus maak het dan ook expliciet en maak het dan ook duidelijk. Ja, voorzitter. Ik had volgens mij net de toezegging gedaan dat we blijvend in gesprek willen zijn met degenen die betrokken zijn in het plangebied. Dus voor mij kan dat daar een prima plek in hebben. Dank u wel. Waarvan acte. Tot zover. Zijn er mensen die in de tweede termijn hierop willen reageren? Wie kan ik daarover het woord geven? Geen reacties voor de tweede termijn. Dan rest mij de vraag of het een hamerstuk of een bespreekstuk wordt. Wat mij betreft mag het een hamerstuk worden. De vragen zijn voldoende beantwoord. Dus, nou, wat mij betreft een bespreekstuk. Bespreekstuk, prima, dank u wel. Dan gaan we naar het volgende punt, punt 5 op de agenda. Het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van het slopen van een vervanging van 2 bruggen. Wie wil daarover het woord voeren? Prima. Ga ik nu linksom. Meneer Schuurman, ik heb u. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de stukken staat de opleving moet zijn 1 september. De aanbesteding moet nog komen. Kan dat wel in dit tijdsbestek? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het ademt uit het stuk dat het waterschap er nogal graag van af wil. En ze geven zelfs geld erbij. Waarom wordt het overgedragen? Ik bedoel, het zijn kunstwerken over een watergang. Wat is de reden dat het waterschap daar zo graag van af wil? En wat is de reden waarom de gemeente daar zo gretig op ingaat? Meneer Geesink, dacht ik. Hè? Dank u, voorzitter. Nou, we hebben kennis genomen van de 2 bruggen in de Menen te vervangen. Het lijkt ons goed voorstel. We hebben nog wel de volgende vragen. Indien de kosten bijvoorbeeld €500.000 hoog zullen uitvallen, wordt dit dan ook betaald door het waterschap? En verder had ik nog een vraag die voor mij niet helemaal duidelijk was. Er wordt een krediet gevraagd van €1,2 miljoen. Met de opmerking, de bijdrage in de kosten die de gemeente vordert van het waterschap wordt beschikbaar op een zodanige wijze dat de gemeente de hier bedoelde kosten niet hoeft voor te financieren. Vroeg ik me eigenlijk af, waarom is er dan een krediet nodig? Prima. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, goede vraag van Okoers, want dat was ook wat mij intrigeerde. Wat überhaupt de nut en noodzaak is van het voorstel dat voorligt. Want volgens mij heeft u ons niet nodig voor de overdracht van een brug. Dat kunt u zelf doen. Het gaat dan dus om het krediet wat u vraagt. En het lijkt wat met elkaar in tegenspraak dat u inderdaad in de overeenkomst constateert dat u niet hoeft voor te financieren. En vervolgens vraagt u wel om een financiering. En daarvan ontgaat wat ons betreft ook het nut en noodzaak. Dat is eerder al sprake geweest van het voorstel. En zijn we dus heel benieuwd waarom u hiervoor een krediet vraagt wat u niet nodig heeft. Oké. Meneer Nijhoff. Dank u wel. We hebben onze vraag voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Die is naar tevredenheid beantwoord. En ja, volgens onze fractie is het ook zo een traject wat al wat langer loopt. De aankondiging van de overdracht die speelt al langer. Dus wat ons betreft kunnen we ermee instemmen. Wie wil van christenen die hierover? Niemand? Prima. Dan wil ik de portefeuillehouder graag vragen naar voren te komen. Meneer Ten Katen. Ja, voorzitter, dank u wel. Eerst denk ik de nut en noodzaak, want die komt vaker terug. Waarom doen we dit nu? We doen dit eigenlijk om 2 redenen. We zitten met het waterschap in het project Stedelijk Water. En dat betekent dat wij het Stedelijk Water overdragen aan het waterschap. En dat wij de bruggen, de wegen, datgene wat voor het onderliggende wegennet van nut en noodzaak is, dat dat overgaat naar de gemeente. Dat is het project. Nou ja, in feite zou je kunnen zeggen, iedereen die gaat doen waar hij verstand van heeft. Dus dat is het project Stedelijk Water en daar komt dit uit voort. September lukt dat wel. Als u de stukken goed had gelezen, dan ziet u zelfs 2 keer een verschillende datum staan. U ziet een keer ergens juni of juli staan en u ziet september staan. Dat had ermee te maken dat in de overeenkomst een vroegere datum is genoemd. Die overeenkomst, daarvoor moesten wij met de Belastingdienst overleggen om die btw-teruggave ook zeker te stellen. Dat heeft wat langer geduurd, daarom staat er nu september. En wij gaan ervan uit dat we september toch nog halen. De voorbereiding heeft al een heel eind plaatsgevonden. En we hopen er zelfs liefst nog eerder, maar we hopen toch in september dit tot een goed eind te brengen. Ja, waarom doen we het nu dat wij u toch een krediet vragen? Dat heeft te maken met de systematiek. We willen gebruik maken van het btw-voordeel, dus het terug kunnen vorderen van de btw. Dat kan niet via het waterschap. En als wij dat systeem willen hanteren, dan moeten wij het ook eerst zelf betalen en daarna komt het geld terug. U gaat over het geld, dus vragen wij, moeten wij u eerst ook dat krediet vragen. dat is eigenlijk het feit waarom we hier nu staan. En hoe zit het dan met die kosten op het moment dat het duurder uitvalt? Daarin, dat is nadrukkelijk afgesproken met het waterschap. Als het goedkoper wordt, hoeft het waterschap minder te betalen. Als het duurder wordt, betalen ze meer. Dat was het, denk ik, voorzitter. Zijn volgens mij voor zover alle vragen beantwoord. Zijn er mensen die in de tweede termijn hierover een vraag willen stellen of een opmerking willen maken? Niemand? Dan is mijn vraag aan u een bespreekstuk of een hamerstuk. Hamerstuk hoor ik hier. Hamerstuk, prima. Dan is dit een hamerstuk. Punt 6 op de agenda is de rondvraag. Zijn er vragen voor de rondvraag? Niemand? Dan wil ik de vergadering graag sluiten en u allen bedanken voor uw aanwezigheid.